De afgelopen tijd hebben we gezien dat heel warm zomerweer aan zet was in de Alpen. Het werd elke dag 30 graden met veel zon. En daardoor is het ook op de Middellandse Zee aardig opgewarmd. Inmiddels is koude lucht vanuit het noorden naar de Alpen toegedreven. En samen met het warme zeewater van de Middellandse Zee zijn een aantal flinke buiencomplexen ontstaan. Deze buiencomplexen die trekken nu over de Alpen heen en blijven daar de komende 2 dagen rondrollen. Er kan veel regen vallen in korte tijd. Soms al 200 of 300 mm. En dat kan dan leiden tot overstromingen of modderlawines. Iedereen die in dat gebied is, doet er zich ook goed aan om de lokale radars en lokale weerapps te blijven volgen. Want het weer kan soms best gevaarlijk zijn. Nou, je kan je voorstellen dat als er heel veel regenwater in een korte tijd valt, dat het weg moet. En dat moet allemaal door hele kleine beekjes richting de zee worden afgevoerd of naar de grote rivieren. En dat gaat soms met zoveel geweld dat het water zich kan opstoppen en dat er dan een soort van vloedgolf door het dal heen gaat. En dat kan heel plotseling gebeuren, dat kun je geen eens doorhebben. En soms zie je het ook niet altijd even goed. En daardoor kun je best wel snel verrast worden door zo'n overstroming. Koude lucht vanuit het noorden bereikt nu de Alpen. En ja, die koude lucht die strijkt als het ware over die warmere lucht die nog aanwezig is. En vooral dat warme zeewater van de Middellandse Zee zorgt ervoor dat er veel en grote buiencomplexen ontstaan. Dat zien we nu dus in Italië gebeuren, waar zware onweersbuien vallen. En die zware onweersbuien trekken richting de Alpen en die stuwen tegen die bergen aan. Daardoor kan het urenlang blijven regenen op dezelfde plek. En dat kan soms best verschillen. Het ene dal kan heel veel water ontvangen, terwijl het andere dal relatief weinig water ontvangt. Nog iets om rekening mee te houden is dat er op dit moment sneeuw valt in de bergen. Vanaf zo'n 1500 meter valt nu zo'n halve tot hele meter sneeuw. Op zich is dat niet heel uitzonderlijk voor eind augustus, maar mocht je nu vanuit Italië naar het noorden terugrijden, ja, dan kan het zo zijn dat je op de Brennerpas of op een andere pas zomaar de sneeuw inrijdt. En ja, dan zijn misschien sneeuwkettingen ook wel handig. Lan houdt het slechte weer in de Alpen gelukkig niet aan. Vanaf donderdag wordt het een stuk beter. Het lage drukgebied dat de buien veroorzaakt trekt weg en een nieuw hoge drukgebied neemt het over. Daardoor zien we dat de temperaturen ook weer gaan stijgen en dat het langzaam opdroogt.